Even nog bij de paddock. Oké. Okay. Yes, dag 4. Daar is onze grote vriend, de klok. Als je het gisteren nog weet, dan ging dat net niet goed. Vandaag zijn we terug en we gaan om 9 uur de eerste officiële run doen. We zijn nu volop in de voorbereiding om de auto goed klaar en rijklaar te maken zonder haast. We gaan jullie weer de hele dag meenemen, dus welkom bij vlog 5. Oké, Bob, yes. Wat gaat hier gebeuren? We gaan nu op 5 laptops tegelijkertijd gaan we gewoon zo veel mogelijk shit runnen om over 1,5 uur te vlammen. Alright. Kom een nieuwe ronde. Wij gaan zo meteen naar de driver briefing. Ja, Bas, jullie zijn de banden weer aan het oppompen. Ja. Auto weer klaar aan het maken. Waarom hebben jullie ze gisteravond leeg laten lopen? Dat schrijft me zo leeg al voor dat ik dat moet doen. Dus dan doen we dat. Zet de compressor aan? Nee. Alle kabels zijn gedekt met de PCB's. Met de Maak ik straks op. De emergency knoppen zijn niet. De wielen staan recht als stuur recht staat. Ja. Oké, okay, Koen, we hebben net een checklist afgelopen. Ja, klopt. Ja, we hebben nu even de complete checklist afgelopen om te, hopelijk alles in één keer goed te laten gaan. Dus we gaan nu met de auto in de rij staan. En dan kunnen we hopelijk zo snel mogelijk door de kleine pre-drive check en dan de circuit op en onze eerste tijd gaan neerzetten. Staat hier goed. Hoeveel in de rij zouden we zijn? Ja, we moeten gewoon even langs deze mensen. Maar volgens mij zijn we derde in de rij dan. Oké, jongens, als we nog langs die auto die daar... Oké, na gisteren zijn er volgens mij veel meer verantwoordelijkheden uitgesproken. Wat hebben jullie gedaan? Iedereen heeft sowieso zijn taak gedaan als de waterflessen inzetten, fuelcel erin zetten, de banden oppompen. Daarna hebben we met z'n allen een checklist doorgenomen die ik hier heb. Daar staat gewoon alles op tot in detail wat er moet kloppen. Zo zijn we zeker dat we dit keer niet zomaar iets vergeten en heel stom niet kunnen wegrijden bijvoorbeeld. Dus het is goed zoals we ready. De remmen lopen een heel klein beetje aan, maar die kunnen fixen in de pauze. Maar we gaan in ieder geval nu gewoon de tijd neerzetten. Dan hebben we in ieder geval iets om mee te beginnen. En we hebben een strategy van Bob. Alright. Dus we moeten sowieso meer zelfvertrouwen in. De jonge guests zijn nu nog aan het bijen. Vanochtend keihard uit de tent te komen. Stan! Koen, wat is de hold-up? We mogen eerder, wat chill was, eerder de check-in. Waardoor we precies om 9 zouden kunnen beginnen. Alleen wist ons strategy engineer dat nog niet. Dus de strategy moet eerst nog even op de kaart worden gezet en dan terug worden gebracht. Dat is de korte hold-up. Oké. Okay. Dus we gaan even kijken. We hopen dat ze dus niet zeggen dat we dan weer helemaal door de keuring moeten. Door het kleine keuringje daar moeten. Als dat wel zo is, dan is dat zo. Jullie
ding is geven, dat daar is Brella. Ja. 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 Okay, ja, daar rijden we. Ja! Oké, lekker vrij. Here we go! Eindelijk. Hey boys, blijf hier totdat we de pit uit zijn. Boys, blijf hier totdat we de pit uit zijn. Iedereen hier blijven tot de weg zijn. Hoe werkt het eigenlijk met die? Moet die? Moet die nog zelfs nog staan? Met een telefoon. Dat is je probleem? Zie je, hij komt daar. Oh ja, hij is er, jongen. Wat een tempo! Hij rijdt wel een tempo! Wow. Dit is 1. Dit is nog 1. Belangrijker dat we 10 rondjes rijden dan dat we 30 cent zijn. We zijn weg. Onze eerste poging hebben we net gestart. Dus het is nu spannend toekijken met z'n allen hoe dit de eerste 10 rondjes gaan. En dat is dan onze eerste officiële poging voor een hele hoge efficiëntie, hopen we. Dus we gaan het meemaken. Oké, Feiko, we moeten de pace een beetje oppakken. We zitten onder target. Ja. We zetten hem erop, we gaan de remmen aanpassen, we gaan de fouten in de strategie aanpassen en we gaan gewoon knallen. Uiteindelijk willen we ook gewoon een zo goed mogelijk tempo hebben. Daarom, hoe je dat daarom. Dus we gaan gewoon knallen. Even. Oké, we hebben net onze eerste attempt gereden. Wat ging er goed? Wat ging er fout? We hebben onze eerste attempt net gereden en ook uitgereden. Dus dat ging goed. We hebben wel op constante torque gereden, dus in de strategie moet nog wat worden aangepast. Verder hebben we helaas ook 2 penalties ontvangen. En dat heeft wat consequenties voor ons op dit moment. Dus we gaan er nu achteraan en kijken hoe we dat nog goed mee kunnen omgaan. Dus we houden jullie op de hoogte daarover. We zijn nu voor mij, dus nu is dat onze 2 beste tempo. Er waren net 2 penalties gegeven bij onze eerste heat. Kan je daar nu een update over geven? Ja, zeker. Zoals je ziet zijn ze aan het werk aan de auto. Dat is namelijk voor de volgende run die ze gaan doen. We hebben namelijk de penalties besproken in een gesprek met de race director en de organisatie van Sam. En ze hebben besloten dat nog 2 testruns, of 2 officiële runs mogen doen. Dus zometeen nog 2 uur voor die 2 officiële runs. En dan gaan we ons best doen om nog steeds een hele hoge efficiëntie te zetten. En daar werkt ze nu hard aan. Lars, jij bent professioneel taper geworden inmiddels. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo recht zien tapen. Ja, geen kreukels. Geen kreukels. Alles voor de arrow. Ja. En dan zetten we de naam weer terug. Tot uiteindelijk. Dit is beter. Hier. Ja. Hij hoeft niet meer gehaakt worden, hè? Wil? Wel. Oké. Tweede poging. Tweede poging. Let's go. Let's go. Have you not watched
Oké, net de tweede tent ingestart. Hij is weggereden. Hij is weggereden. Zag er goed uit? Zag er goed uit, maar dat is van buiten altijd al moeilijk te zien. Maar vorige ronde is eigenlijk prima gegaan qua auto, dus we hebben vertrouwen in dat hij deze ronde ook moet kunnen. Vorige keer wilde de strategie niet helemaal werken, maar nu hebben we er ook, moet dat gefixt zijn in principe. Dus dit moet hem zijn. Je hoeft maar één keer te pieken. We gaan het zien. En dat is deze. Oké, let's go. Stan, hoeveel rondes nog? We zitten op ronde 8. Is het spannend? Nou, best wel. Ik ben een beetje shaky, maar ik weet echt niet zo goed wat ik moet zeggen nu. De druk wordt te veel. Oké, Stan gaan we niet meer interviewen. Poging 2 is geweest. Ja. Tenminste, we gaan nu de auto ophalen. In het laatste rondje, dus we gaan vast daar klaarstaan om op te halen. Ja. Dan hopen we snel nog een poging te kunnen doen. Wat bespraken Martijn en jij net? We willen heel misschien de banden nog iets verder oppompen en nog bepaalde luiken aftepen. Om misschien nog iets efficiënter te worden. Alright. We moeten even kijken of we tijd hebben of het mag. Kijken. Staat niet op de site? Nee, nog niet. Had er niks tegen. Ja, is een marge. We hebben de en hij is hieronder, hieronder is hij ook losgeschoten. Je mag niet doen. Ja, kan wel. Kan het? Zeggen. Natuurlijk balen, maar het is wel denk ik de beste training die we ooit kunnen krijgen voor de poging. We weten nu wel precies alles wat fout kan gaan. Waar, ja, nou, je weet nooit alles. Je weet nooit alles waar het misgaat, maar dat we hier ook kunnen leren. Het is gewoon balen. Dan kunnen we kort of lang over zijn. Het is gewoon balen. We zijn inmiddels weer terug in de Dreamhall in Delft. De laatste beelden denk ik vanuit Frankrijk waren niet al te blij. Het ging natuurlijk niet helemaal zoals we wilden. En inmiddels zijn we weer een aantal dagen hier terug in Nederland. We hebben tijd om rustig even over nagedacht te hebben. We hebben in Frankrijk de dag uiteindelijk afgesloten met een derde plek. We hebben uiteindelijk nog één succesvolle poging kunnen doen. Omdat de eerdere poging die we hadden gedaan en het succes hadden afgerond, uiteindelijk is afgekeurd omdat we over de start-stoplijn zijn gegaan zonder te remmen. Dus we hebben één poging kunnen doen. Daaruit resultaat gehaald waar we derde zijn geworden. Dat is niet helemaal wat we wilden, niet helemaal wat we hadden gehoopt. Maar uiteindelijk ook niet een verschrikkelijk resultaat. We zijn nu super druk aan het kijken van wat er nou precies gebeurd is. Daar hebben we daar in Frankrijk geen tijd voor gehad. En gaan we nu rustig doen om zo de problemen die er in ons systeem zitten zo snel mogelijk eruit te halen. En de updates over
dat onderzoek gaan jullie zien in een volgende vlog. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat dit onze eerste belangrijke test was naar het wereldrecord toe. Het wereldrecord wat we gaan rijden op 23, 24 en 25 juni. En daarvoor hebben we ook nog een evenement op de markt, de EcoRunner Science Fair, op 13 juni. Dus we houden jullie op de hoogte. Heel erg bedankt voor het kijken en blijf ons vooral volgen.